Lang zal ze leven, lang zal ze leven. En waar ging die voorstelling over? Dit is een cadeautje voor oma van mij. Pannenkoeken staan op het vuur, worden gemaakt door papa. Oh, ja. Nagekijkjes, leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En oma is jarig. En we gaan eventjes een stukje opnemen en dan gaan we naar oma sturen, ja? Jullie zingen. Even wachten. Even, zullen we eerst gaan zingen? En daarna zeggen we gefeliciteerd. 1, 2, 3. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Mijn schoonmoeder, had ik moeten zeggen. Hé, nou heb je net gemist om voor oma te zingen. Voor oma. Zit je haar leuk? Papa, ik moet zingen voor oma, niet voor oma. Nee, voor oma zei ik dat. Nee, zei voor oma. Hij zei oma. Jan is terug van de ortho met Stan. Nou even de waterstanden doorgeven. In Halsteren. En Eline, die heeft zometeen presentatie. En je had eerst een ander onderwerp. Was je onderwerp eerst? Weet je niet meer. En toen heeft ze het veranderd in bakkerij. Wil je hem even oefenen voor ons? Nee. Ja! Ik wil hem wel zien. Ja. Nou, ze gaat worstenbroodjes trakteren. Dan komt natuurlijk, want het moest over een actueel onderwerp. Ik zei, nou, actueler kan niet natuurlijk. Want gisteren een beetje geplaatst in de finale. Hartstikke actueel, moet je dan zeggen tegen de leraar. Vers van de pers. Maar ga je het alleen over worstenbrood hebben of helemaal over de bakkerij? Over de bakkerij. Ja, en wat ga je dan vertellen? De oorsprong, hoe het is ontstaan vroeger. Wat dan? Welke machines er in een bakkerij staan? Een paar machines. 2. Hoe laat je moet beginnen in een bakkerij? Wat de werkzaamheden zijn? Ik ben benieuwd wat er nou in zo'n presentatie komt over een bakkerij. Ik ben een beetje, of niet? Moet je even, dat is een hele leuke dat bijna niemand weet, het verschil tussen meel en bloem. Dat weet ik ook niet. Ja, ik weet het wel. De ene is gezeten. Ik heb wel gewoon één, jullie moeten nou niet... Nee, dat is leuk. Ik heb ook een heel leuk weetje. Nou, ik doe al weetjes. Bloem is wit en meel is bruin. En dan neem je het allebei mee in een zakje. Even een zakje meer maken. Nee. Je moet toch nog worstenbroodje halen? Ja. Ja, maar dat hoeft allemaal niet. Dat hoeft allemaal niet. Ik ga en van wat voor vlees is worstenbrood ga ik maken? Dat verschilt per slager. Nee. Worst? Ga gewoon bepakken. En sommige slagen zullen er een klein beetje rund in. Ja. Oorspronkelijk is een losse broodje van varkens. Oké. Okay. Ja. Maar niet uit. Ja, maar die vraag krijg je misschien wel. Ja. Als jij worstenbroodjes uit gaat delen. En wat is jouw geheim in jouw worstenbroodjes? In de finale zit. Ja, goed. Liefde. Nou, wat was het geheim? Niks. Een beetje deze. Ja, dat was toch goed geheim? Oh, dat was toen bij het Jeugdjournaal. Eline is toen 3 jaar geleden bij het Jeugdjournaal geweest. En toen was het geheim en dat was deze. Hè? Mm-hmm. Mm-hmm. Waarom ben je zo bescheiden? Ja, omdat jullie zo irritant erover doen. Wij zijn er stik blij mee. Ja, we zijn trots op jou. Merk ik. Ja. En ik heb al wel gefixt met jouw rek, toch? Dat ook al heb jij een toets die dag, dat je gewoon naar de finale mag. Hij wenst jou heel veel succes en hij vond het heel knap dat je op deze leeftijd al zo ver kon komen in zo'n wedstrijd. Zei meneer weet ik niet, teamleider of zo, weet ik niet, die gaat met jou kijken naar het toetsrooster. We zijn terug van school. En Guus, vertel eens even, wat heb je gedaan? Wij zijn naar
Ja? En we gingen in Roosendaal. Ja? Met school. En we gingen in een dubbeldekker. Oh ja, want ik zag jullie nog. Wat is het? Ik zat alleen aan de andere kamer. Oh. Ja, Chloe zwaaide. Ja. Waar we die zwaaiden. Wat? Ik zei al, dat zijn de vriendinnengroep van Guusje, die zit erachterin. In die bus. En ik ben wel twee keer boven geweest, heb ik echt geluk mee. Zat jij boven in de bus achterin? Ja. Bij de stoeren. Ja. Dat is echt het leukste. Ik zat de hele tijd achterin. Jij volgens mij die eerste keer niet. Jawel. En waar ging die voorstelling over? Het ging over mijn oma is een avatar. Huh? Avatar. Avatar. Oh, avatar. Was avatar? Het ging over zo van... Online was ze in hun telefoon. Ja, ze gingen in hun telefoon. En toen gingen ze die oma maken, want die oma was dood. Gingen ze die oma namaken. Het kwam ze tot leven. Allemaal liedjes zingen en zo. Okay. Dan kon je met de bril op kon je haar zien. 3D. Nee, maar we zagen haar niet. Oh. Alleen de mensen die daar stonden. En het is woensdagmiddag, dus we moeten nog even bedenken wat we willen eten natuurlijk. Zal ik eigenlijk... Oh ja. Eigenlijk bij woensdagmiddag altijd iets lekkers. Ik wil echt pannenkoek alsjeblieft. Dat is zo lekker. Yes. Mag ik helpen? Jo, ik heb nog een cadeautje van jou. Moet je misschien even dingen gaan halen? Volger, en die vond je jou de leukste. Is fan van jou. En die weet natuurlijk dat jij van hondjes zou. En dat is heel veel werk, hoor. Ja, we hebben daar ook zo in staan. In de woonkamer. Met ons allemaal. Dat heb je wel heel mooi gemaakt. Hè? Ik zou het niet kennen, omdat ik die kleuren niet zo goed zie. Nou, dit is wacht. Ja, dat weet ik wel. Dit is huidskleur, dit is grijs. Ja, ik zou dat niet zo goed kennen. Ik vind het wel heel mooi. Vooral van de afstandjes zijn heel mooi. Dus die is voor jou. Leuk, hè? Zeg je dan. Dankjewel, Lian. Dit is een cadeautje voor oma van mij. Het is een chocoladereep in een hartje met karamel en dan zeezout. Zit er ook nog in. Dat zijn... Ja, geen zeezout. Gewoon... Ik weet niet precies. Ja, zeezout wel. En dan hazelnoot zit erbij. Amaretti koekjes. En dat was het dan. Want hier staat de kaartje. Dus kon ik even zien wat er allemaal in zat. Ik ga hem nu inpakken. Het cadeautje is ingepakt. Niet heel mooi, maar dan zie je wel dat ik het heb gedaan. En pannenkoekenbeslag. Slagroom en perziken. Dus ja. Pannenkoeken staan op het vuur. Worden gemaakt door papa. Het is heel interessant, zien jullie wel. Ja, jullie vinden het mooi. Wat jij mag doen, wat ken je allemaal? Zeggen wij dan in de bakkerij. Bonbonnetjes eten. Ja, deze is echt mooi. We hadden hiervoor ook al voor de dag vanochtend. En Junior. Geef die fles maar. Zei de juffrouw nog iets? Wat zie je er netjes uit vandaag met jouw blouse? Ja. Of niet? Zij zo, wat zie je er mooi uit? Ja. Het is feest, want oma is jarig. Waar mag je eigenlijk ook een mooie jurk aangetrokken? Ja, zag het al. Papa, waar mag je? Eerst had ik een andere aan met jouw spies. Ja. Wat zei je nu? Wat mag ik doen in deze huis? Wat mag ik doen in deze huis? Mag ik doen in deze huis? Mag ik een flippen? Jij mag hem van mij flippen. Papa, wat mag ik dan doen? Flippen? Flippen. Even wachten. Ik weet niet of het kan. We moeten even Het is warm. Het is best een moeilijke pan ervoor. Kijk, als je wilt flippen, moet je hem een beetje zo leggen. Ja? Ja, dat je op het randje ligt en dan doe je zo. Maar ik denk dat je beter met deze pan kan doen. Bij deze? Ja. Die zit ook niet los. Ja,
En wist je niet welke kleur je wilde, dus dacht dan kan je kiezen of wisselen. Mooi. Oma is altijd blij met cadeautjes. Ja. Dat kan ik gewoon wisselen. Ja. Dat is dezelfde, ja. Die is ook heel mooi. In ja. Sepa. En deze nog. En deze is ook mooi. Dankjewel, heer. Ja, dat vind ik leuk. En hier heb ik een klein cadeautje. Dan kan ik dat in mijn rekwet zetten. En hier heb ik een klein cadeautje. Dan doen we opa bijsnijden. Dat doen wij altijd. Dat doen we bij. Oh, dankjewel. Daar is oma heel erg blij mee. Nu deze cadeau. Moet ik die maken? Doen we die samen? Ja. Ik wil ook nog wat cadeau. Wat zou het zijn? Een pakketje. Ik denk dat ik een pakketje nodig heb. Door mijn kant aan die nee, hoor. Wat dan? Ja, dat is plastic, hè? Oh, nee, dat is al niet meer. Ben je aan het helpen? Junior. Ik ben weg met de handjes. Junior, weg met de handjes. Een madeliefje helpen? Hè? Junior, weg met de handjes. En ik doe hier. Goed zo. Ja. Stop. Nee, dat doe ik ook maar wel. Ik ben ook al benieuwd. Ik weet er niks van. Hier heb ik al een keer regel. Wie denk je? Deze, die heeft ze net gegeven. Heel mooi. Ja, dat is lekker. Hier wordt lekker gekookt. Jan die had beloofd, junior. Nee. Jan had beloofd om te koken vandaag voor oma's verjaardag. Oma mocht kiezen wat we eten. En wat eten we, Jan? Pastijtjes. Biefstuk. Witlof. Achterkoffer. Mooie bietjes. Stoofperen. Daar ging het eigenlijk om. Ik wist al, ik had nog wel het idee dat ik één gegeven was. Bakken aardappeltjes. Die had ik al gekocht. Ja. Die moet ik nou even als eerste opmaken. Bakken aardappeltjes, ja. En we hebben nog geen toetje. Ik weet niet of er dan een plek is voor het toetje. Dat ik ook niet. Heb ik al taart. Een ijsspeelbankje liggen. Ja. Ik heb hele goede hulp. Het feestmaal staat op tafel. We hebben gebakken aardappeltjes. Witlof met ham en kaas uit de oven. Biefstuk. Boontjes. Stoofpeertjes. Rode bieten. Appelmoes. Mayo. En we hebben al een pastijtje op. En een blikje. Kom je koelen? En een juniortje. En een juniortje hebben we. Was het veel werk? Nee. En dit is een rode biet. Kroten noemen ze dat ook wel. Mama. Ik gebruik eigenlijk niemand meer daarvoor. Jullie gaan naar. Dan gewoon lopen. Lopen. Ja, je mag straks gaan logeren. Rode biet. En dan mis ik jou. Maar je komt altijd weer terug. Nee. Ik vind het gezond, dus ik vind ze lekker. Je komt altijd weer terug. Nee. Ga maar lekker eten, liefie. Gaan we zo weer kroelen. Een aardse smaakje. Ik vind deze heel lekker, deze bietjes. Ze noemen dat een aardse smaak. Eline zegt, ik vind dat een aardse smaak. Ja. Chef Cox noemt dat een aardse smaak. Ja, pastinaak, bietjes. De bubble teas zijn inmiddels gearriveerd. Iedereen mocht kiezen een ijsje of de bubble teas. Nou, je ziet wat er nog het meest populair is. Een bubble tea op het moment. Dat is nog nieuw. Ijs. Ik dacht dat ik nog een met heel veel ruimte. Welke smaak heeft die? Citroen. Limoen. Moet ik nou kijken. Nou, dus niet. Dus. Hè? Nou, dus nog niet. Die had iemand moeten zijn. We hebben twee biesjes gedeeld. Eigenlijk drie, want Jullie heeft een ander eentje bij, want ik was gezond. Nee, twee. Maar dit was oma's verjaardag. Ik krijg er iets. Ja, inderdaad. Ja. Hartstikke leuk. Ja, en jou heb ik heerlijk gekocht.
gekookt. Oh, dankjewel. Ja, echt mijn lievelingseten. En ik was echt jarig vandaag. En de kinderen zijn heel lief geweest, hè? Ja, nou. We hebben ook lieve kinderen. Als ze slapen. Nee, joh, dat is een grapje. Dat is een grapje. Nou, dit was dus een dagje uit ons leven. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.